start is gevallen. Rustige start van Colza Dugers en in het midden van de baan een hele vlotte start voor de deelnemer die gekorte baan heeft. En dat is Verso Bleu. Verso Bleu aan de buitenkant gaat als een speer naar binnen, snijdt als een mes door boter, delicates. Daarachter ligt Kroatië Damour en daarachter aan de reling zijn Ronald de Beer met Crazy Turgo. Vallet As op plaats 5 en de zesde plaats daarachter is voor Betty Sommely. En rustig begonnen Colza Dugers. Leiding dus voor Delicates en die gaat nu een aanval krijgen aan de buitenkant van Kroatië Damour. Mary van Kees Kamminga komt aan de buitenzijde voorbij en John de Leeuw houdt het daar niet tegen. En dan wordt het vrij simpel om de leiding over te nemen. Dat gebeurt nu na een eerste 500 meter in 1:13.7. Leiding in handen dus van Kroatië Damour. Daarachter op plaats 2 Delicates, daarachter volgt Verso Bleu. En die wordt gevolgd door Crazes Turgo. En achter Crazes Turgo twijfelt of hij naar het tweede spoor zal gaan aangeposten met Vallet As. Hij hoeft niet te twijfelen, want iemand gaat hem vooruit. Dat is Colza Dugers. Colza Dugers komt in het tweede spoor op. Onder het toeziend oog van de eigenaar, want die is hier vandaag aanwezig. Heiko Swarma. Die ziet zijn paard straks aan de buitenkant opduiken naast Kroatië Damour. Daarachteraan gaat Betty Sommely. Paard in de rechte lijn voor de tribune. Straks nog één ronde te gaan en de leiding is in handen van Kroatië Damour. Kamminga probeert even contact te krijgen met Jeffrey Miras, maar die doet net alsof die Kees niet hoort. 1:18.4 de tussentijd. En hij komt er helemaal naast nu. Aan de buitenkant Colza Dugers. Galoppade daar van Vallet As. Vallet As springt eruit. En dat kost hem waarschijnlijk de koers, want dit duurt vrij uitgeschakeld, lang. Uitgeschakeld nummer 6. 6 galop. En de paarden gaan de runnersbocht door. Zijn nu nog met z'n zessen. En Kroatië Damour leidt. Kroatië Damour die in het verleden met elbowboots liep, heeft nog steeds wel het hefferige. Maar die elbowboots die zijn eraf en er is ook wat gewicht af bij Kroatië Damour. Kroatië Damour leidt. Galoppade aan de buitenkant van Colza Dugers. Die lag er zo mooi in. Colza Dugers springt nu weg. Nu ligt Delicates weer tweede. En derde aan de buitenkant is Betty Sommely. Uitgeschakeld nummer 1. 1 galop. Ebbingen rijdt nu door. Tussentijd 15-4. En Betty Sommely wil de aanval wel even openen op Kroatië Damour. En die doet heel raar ineens. Kees wou hem wat meer ruimte geven. Maar Kroatië Damour snapte daar helemaal niks van en springt. Binnenkant gaat nu Delicates. Nummer 3 galop. En Delicates neemt de leiding over. Betty Sommely is daar het kind van de rekening. Maar daar kon Kees niks aan doen. Daar kon ook Rick niks aan doen. Het gebeurt allemaal. Daarachter op plaats 3 trekt Ruud Pols nu de prop achter Verso Bleu. Paard in de rechte lijn. En zou het dan gaan gebeuren dat we eindelijk een huldiging gaan krijgen waar Delicates als winnaar staat? Die kans is vrij groot. Het is eindelijk zover. Delicates gaat een koers winnen. En die heeft al heel wat starts gemaakt. Maar dit is de eerste overwinning. Laatste 500 meter in 13-4. Betty Sommely is tweede. Verso Bleu derde. En de vierde plaats is voor Crazes Turgo.